Ik ben Jan Dons. Ik ben afgevaardigd bestuurder van AH Technics. We zijn een technisch bedrijf en wij zijn actief in elektrificatie binnen de energietransitie. Met AH Technics hebben we een platform ontwikkeld om heel veel sensorgegevens samen te brengen. En ik ben blij dat de overheid diezelfde filosofie aanwendt voor ondernemers om ook heel veel verschillende gegevens samen te brengen in één platform en op die manier de administratieve last te verlagen. Dus ikzelf heb onlangs het platform nog gebruikt voor de aanvraag en de opvolging van een groeisubsidie van Vlaio. Binnen ons bedrijf wordt het al langer gebruikt voor onder andere de KMO-portefeuille en het controleren van vergunningen en erkenningen binnen ons bedrijf. Voor de groeisubsidie heb ik de aanvraag ingediend. Ik heb daar ook de status bij opgevolgd, de verantwoordingsdocumenten in opgeladen. En ik vind dat dat op een heel vlotte manier verloopt. Het loket is voor ons ook een administratieve ontlasting. Ik vind het gebruiksvriendelijk. Door het feit dat het heel veel verschillende zaken bundelt in een overzichtelijke format, bespaart het heel veel tijd en bespaart het veel frustratie met het inloggen op andere platformen. Op het loket kan je ook de vergunningen, KBO-gegevens, financiële gegevens terugvinden over je eigen onderneming. Bijvoorbeeld bij aanbestedingen zijn er heel veel, je moet kijken naar welke certificaties enzovoort, moet je heel veel bedrijfsgegevens verzamelen. En alles staat daar samen. Ja, je kan er eigenlijk echt wel heel veel zaken op consulteren. We hebben hier voor het NIPAND ook een kapvergunning, een omgevingsvergunning moeten aanvragen. We hebben dat toen rechtstreeks gedaan via het omgevingsloket, maar ik vind het zeer handig dat je dat eigenlijk kan via het loket en dat u dat onmiddellijk doorverbindt naar het juiste platform om dat aan te vragen. Dus moest ik in de toekomst een nieuwe vergunning moeten aanvragen, dan zou ik het zeker doen via het loket. Ik heb onlangs vernomen dat er ook een mobiele versie bestaat van het loket. Ik heb het zelf nog niet gebruikt, maar het lijkt me wel interessant om dossiers op te volgen. Wat ook heel mooi is, is dat je ook heel gemakkelijk kan switchen van de ondernemingsgegevens naar mijn burgerprofiel, om daar ook de persoonlijke zaken te controleren. Wij gebruiken het platform regelmatig en toch heb ik nog heel wat nieuwe features ontdekt. Ik kan absoluut aanraden aan ondernemers om het platform te raadplegen en te ontdekken, want het bundelt echt wel heel veel functionaliteit op één platform.